Ah, hallo, Roberto. Hallo, Stefan. Je hebt de vuilniszak meegenomen, zie ik. Ja, daar zit een cd-speler in, Stefan. De Nakamichi. Oké dan. Ik zag jouw reparatievideo's. Ik dacht, ik ga het zelf eens proberen. Sowieso. Dus je hebt er een puzzel van gemaakt. Ja, Stefan. Ik kon het probleem zelf niet vinden. En ik wist helemaal niet meer hoe dat hier in elkaar moest. En voor jou is het zo ook gemakkelijker. Dan hoef je hem zelf niet meer uit elkaar te halen. Nou, dat had je echt niet hoeven doen. Dank je wel. Geen dank. Met wat puzzelwerk hebben we de cd-speler van Roberto toch weer netjes in elkaar kunnen sleutelen. En zelfs voor een ervaren monteur kan het op deze manier best wel een lastige puzzel zijn. Roberto heeft een Nakamichi CD Player 4. Wanneer we een CD laden, gebeurt er helemaal niets. De CD wordt niet ingelezen. Wanneer een klant een toestel brengt, vragen we vaak of er niet een leuk verhaaltje bij die storing zit. En het verhaaltje kun je vaak al opmaken in welk gedeelte van het apparaat de storing zit. In het geval van Roberto gaf hij aan dat na een tijdje aanstaan het apparaat het soms wel deed. Dat is belangrijke informatie. Eerst het toestel maar eens openschroeven. 4 schroeven aan de zijkanten en 2 aan de achterkant. Hier zien we de nettrafo, het loopwerk en natuurlijk het moederbord. Opvallend is dat ze in deze Nakamichi een goedkope Sony K6210A laser gebruikt hebben. Hier zie je het motortje dat de CD ronddraait. En hier het motortje wat de laser op en neer beweegt. Wanneer de lade naar binnen is geschoven, zou de laser naar zijn beginpunt moeten rijden. Maar er gebeurt helemaal niets. De servomotor wordt niet aangestuurd. Eerst maar eens kijken of het mechaniek niet vastzit. En voor de zekerheid nog maar een keer proberen. Nee, er lijkt toch elektronisch iets fout te gaan. Gelukkig kunnen we de service manual gemakkelijk vinden. Hier zien we de servoprocessor die de motortjes aan moet sturen. En hier de disk en de feedmotor. Eerst maar eens kijken of de processor wel voedingsspanning krijgt. Op poot 16 moet 5 volt staan. Dat is in ieder geval in orde. Kijk, wanneer we het toestel verwarmen, komt het loopwerk weer in actie. We hebben nu natuurlijk een groot gebied verwarmd. Het is nog niet duidelijk welk component voor de storing zorgt. Om de componenten snel af te laten koelen, zou je koude spray kunnen gebruiken. Ik zet het toestel meestal gewoon even aan de kant om weer op temperatuur te laten komen. Toch het schema er maar weer even bij pakken. Bij processors verwacht je meestal alleen een positieve 5 volt voeding, maar bij deze heb je ook een min 5 volt nodig. Pootje 25. Die gaan we ook maar eens even meten. Min 2 volt meten we. Dat lijkt me iets te laag. Dus eerst de min 5 volt voeding maar eens even bekijken. Mogelijk is de spanningsregelaar warmtegevoelig geworden. We halen gewoon even pootje 3 van de spanningsregelaar los en meten de spanning. Min 5 volt, dat is prima. Toch maar weer even verder speuren. Elko's in een voedingslijn kunnen nog wel eens voor storingen zorgen. Dus gaan we C130 maar eens bekijken. Eerst zomaar eens eventjes meten. En zoals verwacht meten we weer min 2 volt.
de positieve 5 volt even nameten. En die is nog steeds 5 volt. Dat is prima. En nu enkel alleen C130 even verwarmen. En tegelijkertijd de voeding op pootje 25 meten. Eens kijken wat er gebeurt. Zie hier, we zien de spanning snel oplopen. Door de elkom met de solteerbout te verwarmen, zien we dat de storing hier vandaan komt. En hoppa, dan komt er leven in ons loopwerk. We hebben de oorzaak gevonden, die gaan we maar eens vervangen. Eerst maar even voorvertinnen, zodat we ze dadelijk goed kunnen desolderen. En natuurlijk vervangen we allebei de elko's, want volgende week is de volgende defect. Even nog de tin weghalen. En twee nieuwe elko's plaatsen. Eventjes netjes vastsolderen. En tot slot even de print schoonmaken. Want jullie weten het, ik wil niet zien dat er iets vervangen is. Voor de zekerheid nog maar even meten of de operatie gelukt is. Kijk, een mooie min 5 volt, dat is top. En nu testen met CD. Kijk, daar gaat hij. Nu de laserlens nog even schoonmaken, alles weer netjes in elkaar schroeven en natuurlijk nog eventjes aftesten. Heb jij een onderwerp waar je meer over wilt weten, kun je mij een mail sturen met jouw vraag. Of plaats je vraag gewoon hier onder de video. Was het jou ook leerzaam? Laat er even een duimpje achter. En wil je in de toekomst nog meer tips? Abonneer je op ons kanaal door hier onder de video op abonneren te klikken. En klik je op het belletje langs de abonneerknop. Dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een nieuwe video is.